De lever. Het is een essentieel orgaan dat in onze buik ligt met heel veel functies. En als er iets hapert, kan dat veel nare gevolgen hebben. Maar gelukkig is er ook heel veel wat je zelf kunt doen om je lever te ondersteunen. Goedemorgen, welkom allemaal bij deze wekelijkse live uitzending van de Eetlijn. Jullie zijn gewend om hier Nettie Bom te zien. Zij is ortomoleculair therapeut en leefstijlcoach. Het is haar missie om van Nederland het gezondste land van de hele wereld te maken. En zij doet dat door de eetlijnmethode met een heel netwerk van eetlijncoaches. En ook door de informatie op deze wekelijkse Facebook Live uitzendingen. Vandaag heeft Nettie vakantie en ik mag dus de honneurs weer waarnemen. Ik ben Ria Visser. Ik ondersteun Nettie bij het bedenken van de wekelijkse recepten en het schrijven van de blogberichten. Fijn dat jullie er ook allemaal weer zijn. Zet gerust even hallo, goedemorgen. Ik ben er ook bij in de chat. En als je nieuw bent, zet er dan even bij, ik ben nieuw. Dan ga ik je straks nog even extra welkom heten. Het gaat dus vanmorgen over de lever. Allereerst een vraag aan jullie als kijkers. Heb jij problemen met je lever en zo ja, wat doe je daar dan aan? We gaan vanmorgen een heleboel behandelen. Eerst even een disclaimer. De lever, dat is zo'n uitgebreid thema. Daar kun je wel 3 of 4 of 5 uitzendingen over geven en dan ben je nog niet uitgepraat. En bovendien hangt het ook allemaal weer samen met heel veel andere functies in ons lichaam. Dus verwacht niet dat je nu in een half uur alles te horen krijgt over de lever. En ik ga ook veel algemene dingen zeggen, waar uiteraard ook weer allerlei uitzonderingen op zijn. Dus ook wat dat betreft verwacht niet dat ik op alle vragen het antwoord heb en dat alles ook voor iedere situatie klopt. Wat gaan we behandelen? Allereerst, wat is de lever en waar ligt die in de buik? Welke functies heeft de lever? Natuurlijk ook, wat kan er misgaan bij de leverfuncties en wat zijn risicofactoren daarvoor? De samenhang ook met de darmen en de hormonen. En dan natuurlijk, wat kun je zelf doen om je lever te ondersteunen in leefstijl en in voeding. Daarna zal ik je nog de ingrediënten geven voor het recept dat morgen verschijnt. Ik zal alvast iets verklappen dat je dit nodig gaat hebben in ieder geval. Maar de rest ga ik je nog vertellen. En ik ga ook nog een hele leuke, spannende aankondiging doen. Dus blijf kijken tot het eind. Eens even kijken of er al antwoord gekomen is op mijn vraag. Ik zie een heleboel mensen die erbij zijn. Ik zie Anneke en Annelies en Ans. Even kijken of er ook nog antwoord op mijn vraag is. Ik zie ook Marina, ook goedemorgen. En Vera, die is er ook altijd bij. En Jannie. Fijn dat jullie er allemaal ook weer zijn. Ik zie een heleboel mensen die geen problemen gelukkig hebben met de lever. Nou, misschien dat er straks nog meer antwoord komt. De lever is een orgaan dat in de buikholte ligt. Hij ligt rechtsboven in de buik, achter de ribben verscholen. En hij weegt wel zo'n 1,5 kilo, dus dat is best heel groot. Het is ook het grootste orgaan dat we hebben. En hij is verdeeld in een rechter en een linker kwab. Bij de lever, dat is eigenlijk verdeeld in een bloedvatsysteem en een galgangsysteem. Je moet het je eigenlijk zo voorstellen dat in de darmen worden de voedingsstoffen opgenomen uit onze voeding in het bloed. En dat bloed, dat gaat via de poortader naar de lever. En in de lever, daar worden die voedingsstoffen er weer verder uitgehaald en opgenomen. En de lever die produceert ook weer gal. En dat wordt opgeslagen in de galblaas. En de galblaas die geeft de gal vrij als er weer voeding in de darmen komen. Om de voeding te helpen verteren. Dus dat is een doorgaand systeem dat allemaal met elkaar in verbinding staat.
De lever is ook een heel uniek orgaan om verschillende redenen. Ten eerste kan de lever weer aangroeien. Er zijn wel eens mensen die hebben bijvoorbeeld een tumor in de lever of andere problemen in de lever en dan wordt er een stuk van de lever afgehaald door een operatie en dat kan dan toch weer gedeeltelijk aangroeien. En dat is heel uniek, want dat gebeurt bij andere organen niet. Dan is weg is weg. Verder is het ook zo dat dat oude levercellen kunnen worden vervangen door nieuwe levercellen, maar alleen als alles goed functioneert, als alles gezond is. Nou, op die gezondheid van de lever, daar komen we natuurlijk straks nog verder op terug. En het derde aspect waarom de lever een heel uniek orgaan is, is dat bij alle processen die in de lever plaatsvinden, komt heel veel warmte vrij. En dat helpt weer mee om ons lichaam te verwarmen. Dus het is eigenlijk ook een soort thermostaat. Ik noemde net al dat de lever heel veel functies heeft. En dat is ook wel echt heel veel. Dat echt meer dan 200 functies heeft de lever. Nou, je begrijpt wel, die gaan we niet allemaal behandelen. Want dan zijn we morgenochtend nog bezig. Maar ik wil wel de belangrijkste noemen. De lever speelt een belangrijke rol in de stofwisseling. Of de afbraak, in het gebruik en de afbraak van de stofwisselingsproducten van eiwitten, koolhydraten en vetten. Die worden in de darmen afgebroken, maar daar komen ook allerlei afvalstoffen vrij, afbraakproducten, en daar is de lever bij betrokken. En verder ook de opbouw en de afbraak en zelfs de recycling van hormonen. Ook daarin speelt de lever een belangrijke rol. Nou, ik zei al, de opbouw van hormonen gebeurt niet alleen maar in de lever. We hebben natuurlijk al vaker over de darmen ook gehoord, dat daar ook heel veel hormonen worden gevormd. En er zijn andere organen waar ook hormonen worden gevormd. Maar ook de lever speelt een belangrijke rol in de opbouw, de afbraak en de recycling daarvan. De lever staat natuurlijk ook heel bekend om de ontgiftende capaciteit. Dat is een derde functie van de lever. Ontgifting bij de stofwisseling. Komen ook afbraakproducten vrij. Dus die moeten worden afgevoerd, ontgift. Maar verder zijn er ook heel veel afvalstoffen of schadelijke stoffen die ons lichaam binnenkomen. Die ook nog eens een keer moeten worden afgebroken. En dan kun je denken aan zware metalen, aan xeno-oestrogenen, aan luchtverontreiniging, aan medicijnen. Al die stoffen zijn ook lichaamsvreemd en moeten dus ook onschadelijk gemaakt worden en afgevoerd uit het lichaam. En daarin speelt de lever ook een belangrijke rol. Ook worden er voedingsstoffen in de lever opgeslagen. En dan kun je denken aan glycogeen, dus dat is de snelle energie die opgeslagen wordt in de lever, waar je dus gebruik van kan maken als je heel snel energie nodig hebt. Maar daarnaast worden ook bepaalde vitamines, vitamine A, D en K en vitamine B1 en B2, B11 en B12 worden opgenomen en opgeslagen in de lever voor later gebruik. De stollingsfactoren worden ook aangemaakt in de lever. Dus als je een wondje hebt, dan is het nodig dat het bloed gaat stollen, want anders zou je leeg bloeden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daar zijn stollingsfactoren voor belangrijk. En die worden ook aangemaakt in de lever. En dat is dus ook de reden waarom, als er iets misgaat in de lever, kan het ook zijn dat je blauwe plekken krijgt. Als er dus iets mis is met die aanmaak van die stollingsfactoren. Dan nog een andere functie van de lever is de afbraak van rode bloedcellen. En dan denk je misschien, hè, afbraak, we hebben toch rode bloedcellen nodig? Jazeker. Maar elke lichaamcel heeft maar een beperkte levensduur. En als de levensduur voorbij is, dan worden ze weer vervangen door nieuwe cellen. Maar de oude moeten ook afgebroken worden en het materiaal daarvan wordt hergebruikt. Zoals bijvoorbeeld het ijzer uit de rode bloedcellen. Dat wordt weer hergebruikt. Dus de lever is ook een heel mooi recyclingsorgaan. En de laatste belangrijke functie die ik nu even wil noemen, is dat er ook heel veel antioxidanten worden aangemaakt in de lever.
En die antioxidanten, dat is natuurlijk ook een woord dat Nettie heel vaak gebruikt. Dat zijn stofjes die ontzettend belangrijk zijn. Nou, daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Want ook voor de lever en voor onze hele gezondheid zijn die antioxidanten van groot belang. Ik ga nog eventjes kijken of ik nog nieuwe opmerkingen zie. En dat zie ik nu even niet. Oh ja, even kijken. Ik zie dat er iemand zegt dat de verbinding regelmatig wegvalt. Ik hoop dat daar niet al te veel mensen last van hebben. En Marion zegt dat er afbraak van rode bloedcellen niet optimaal verloopt en dat er inderdaad dat ze bilirubine in de bloed houdt. Ja, dat is ook een probleem van de lever inderdaad. Nou, verder zie ik geen opmerkingen of vragen op dit moment, dus dan gaan we even verder. Ik noemde net al dat er een groot verband is tussen de darmen, de lever en de hormonen. Ik heb het eigenlijk al een beetje benoemd. In de darmen worden van alles opgenomen aan voedingsstoffen die weer elders in het lichaam worden gebruikt, onder andere ook in de lever. Dus als je darmen niet goed functioneren, kunnen voedingsstoffen niet goed worden opgenomen en kan de lever ook niet goed functioneren. Vervolgens worden ook nog eens een keer in de darmen sommige hormonen aangemaakt, of in ieder geval de neurotransmitters, die hormoonachtige stofjes. En die worden ook weer in de lever verder verwerkt. Dus ook daarin zie je een direct verband. En de schildklier bijvoorbeeld is ook afhankelijk van een goede leverwerking. Ik zag van de week ook al iemand op een van de posts reageren. Die had geen goede schildklierwerking en ook problemen met de lever. Nou, dat beïnvloedt elkaar dus ook. Naast is, wat ik net al noemde, heeft de lever ook een ontgiftende functie van bijvoorbeeld xeno-oestrogenen. Als dat niet goed verloopt, loopt de hele hormoonhuishouding van de oestrogenen en progesteron loopt ook niet goed. Dus zo zie je allerlei wederzijdse verbanden. Dus ook daarom is het eigenlijk niet mogelijk om de lever geïsoleerd te behandelen. Maar ja, we moeten nou eenmaal een thema kiezen, dus dat is nu eenmaal zo. Maar daarom noem ik dus wel die verbanden, waardoor je al ziet dat het best ingewikkeld kan zijn om te weten van wat is er nou precies aan de hand en wat doen we eraan. Want wat kan er misgaan in de lever? Nou, met al die functies kan er iets misgaan en kan er iets gaan haperen en kun je hele vervelende gevolgen krijgen. En ik wil niet alles over één kam scheren, want er zijn natuurlijk verschillende soorten leverziekten. Maar heel veel problemen met de lever hebben wel met elkaar te maken of het een is ook het gevolg van het ander. Er zijn natuurlijk de bekende hepatitis, die er tegenwoordig al in A, B, C, D en E is. Toen ik mijn opleiding deed als verpleegkundige 30 jaar geleden, bestond er alleen nog maar hepatitis A, B en C. Maar inmiddels zijn er dus veel meer virussen gevonden, want dat zijn allemaal virusziekten. Daar kun je vaak niet heel veel aan doen, behalve dan dat ze heel vaak te maken hebben met, sommige vormen hebben te maken met of hygiëne, of met bloed-bloedcontact of onveilig seksueel contact. Heel algemeen gezegd, want er zitten wel verschillen in, en ook in het verloop en de behandeling. Maar met voeding en leefstijl kun je daar verder niet echt heel erg veel aan doen. Maar verder veel andere problemen met de lever, daar kun je wel veel aan doen. En heel veel van die problemen beginnen met, daar zijn ze weer, de laaggradige ontstekingen. Die zorgen voor een beschadiging van de lever, die zorgen voor ontsteking van de lever en die zorgen voor vetopslag in de lever. En als die vetopslag lang genoeg gaat duren, dan beschadigt het de lever zodanig dat er allerlei littekenweefsel ontstaat en dan spreken we van levercirrose en dat is niet te herstellen. Ik heb hier nog even een plaatje van een normale lever en een vervette lever. Hier zie je bij de normale lever dat
dat de levercellen gewoon netjes allemaal tegen elkaar aan liggen. Maar bij de vervette lever zitten er allemaal vetbolletjes tussen. Die het gewone, het goede leverweefsel helemaal verdringen. En ja, wat verdrongen is, dan kan de lever niet goed verder functioneren. En als de lever vervet is, dan kun je er nog wel wat aan doen. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn. Nou, wat zijn nou risicofactoren voor die problemen met de lever? Dat is onder andere een tekort aan beweging. Alcoholgebruik is natuurlijk een hele bekende oorzaak. Want alcohol is echt puur gif voor je hele lichaam, maar vooral voor je lever. Dat is pure gifstof die wel door de lever moet worden afgebroken. En dat zorgt dus voor een enorme overbelasting van de lever. Daarnaast is het gebruik van geraffineerde voeding ook heel erg belastend voor je lichaam, omdat daar allerlei stoffen in zitten die lichaamsvreemd zijn en die dus moeten worden afgebroken en afgevoerd. En je kunt dan denken aan suiker, maar ook bijvoorbeeld aan, waar Nettie ook altijd voor waarschuwt, de appelsap vanwege de fructose die erin zit. Ook dat zorgt voor vetopslag in de lever en uiteindelijk dus leververvetting en levercirrose. En wat gebeurt er nou als je te veel suiker eet? Dan wordt dat dus als een soort van reserve wordt opgeslagen in de lever als vet. En een klein beetje is helemaal niet erg, want dat is reservevoorraad, die glycogeen. Maar als het te veel wordt, dan wordt het inderdaad echt die vervetting van de lever, waardoor het gewone leverweefsel in het gedrang komt. Daarnaast is het ook zo dat al die gifstoffen, ja, ik noem het even gifstoffen, maar heel veel E-nummers en andere schadelijke stoffen die ik net al noemde, van zware metalen en plastics en weet ik wel wat allemaal, dat zijn wel gifstoffen voor je lichaam. En als de lever niet voldoende dat kan ontgiften, dan wordt het opgeslagen in vetweefsel, omdat het daar relatief veilig opgeslagen ligt. Dus ook daarom moet je daar heel erg mee oppassen. Dan is natuurlijk de vraag van wat doen we daar dan allemaal aan? Want ja, je kunt proberen gezond te leven en te eten, maar hoe doe je dat dan? Dan zijn er een aantal leefstijlfactoren waar je rekening mee kunt houden. En de eerste is, dat raad je misschien niet, zorg voor een goede slaap, voor een goede nachtrust. Want de slaap is één groot herstelproces, hersteltijd voor je lichaam. Voor alle organen, alle processen, alle weefsels krijgen dan rust om te herstellen. Want er wordt nogal een aanslag gedaan op ons lichaam de hele dag. Door je beweging, door je voeding, door je mentale activiteiten. Dat alles moet ook op een gegeven moment rust krijgen. En ook slaap is voor de lever van grote betekenis. Dan bewegen. Niet overmatig bewegen, maar gewoon elke dag rustig bewegen. Af en toe een beetje krachttraining. Dat is voor alle weefsels goed en ook voor de lever, voor de doorbloeding en voor alle processen die daar verder bij betrokken zijn. En dan, dat raad je natuurlijk wel, geen alcohol, niet roken, geen drugs gebruiken. Want ook dat is allemaal ontzettend belastend voor je lever. Niet doen dus. Nou ja, zoals Nettie altijd zegt, ik zeg niet wat je mag doen en wat je niet mag doen, maar het is wel een dringend advies. En daarnaast ook zorgen voor je immuunsysteem. Darmen, hormonen, lever, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus zorg daar goed voor. En dan natuurlijk, wat kun je dan doen met voeding? Ook daar is heel veel mee te doen om je lever te ondersteunen en daar goed voor te zorgen. Een eerste aspect, het gaat er wel eens vaker over, wissel je bereidingsmethodes af.
Dus dat betekent niet alleen maar gekookte groentes eten, maar af en toe ook rauw. Niet alleen maar rauwe groentes, maar ook koken, stomen, bakken. Dat is vanwege het feit dat er dan allerlei verschillende soorten voedingsstoffen in bewaard blijven. Als je rauwe dingen eet, zitten er nog weer meer enzymen in die kunnen behelpen bij de spijsvertering. Maar sommige groentes zijn juist ook gekookt of gestoomd veel gezonder. Dus dat is ook een tip om dat af te wisselen. Eet zoveel mogelijk biologisch. Zo krijg je zo min mogelijk resten van bestrijdingsmiddelen binnen. Eet koolhydraatbewust. Dat is allemaal weer om je bloedsuikerspiegel op peil te houden. En ook om die vetopslag in de lever te voorkomen. Begin je dag met water, met een paar glazen lauw water. En als je de eetlijnmethode volgt, dan kun je daar ook ook zout in doen. Volgens het waterzoutprotocol. Maar doe dat alleen maar als je de eetlijnmethode volgt. Omdat je anders te veel zout kunt binnenkrijgen. Groene thee is ook nog een leuk tip voor je lever. Daar zitten catechine in. Dat zijn ook weer stoffen die de lever ondersteunen. Dan het gebruik van kruiden en specerijen is ook goed voor je lever, omdat daar heel veel geneeskrachtige stoffen in zitten. We onderschatten dat wel eens. Dan denk je van, nou ja, een plukje kruiden of een beetje van dit of een beetje van dat. Wat maakt dat nou uit? Nou, probeer zoveel mogelijk verschillende voedingsstoffen, voedingsmiddelen te eten. Zo krijg je zoveel mogelijk antioxidanten en andere goede stoffen binnen. Ik noem het al antioxidanten eten. Want antioxidanten zijn de vangers van vrije radicalen, de schadelijke stoffen. Bij onze stofwisseling komen altijd vrije radicalen vrij. Dat is zoals de natuur werkt. En dat is geen enkel probleem als je maar voldoende antioxidanten tot je beschikking hebt. Maar als de lever bezig is met al die giftige stoffen eruit te krijgen, dan komt de lever antioxidanten tekort. En blijven er veel te veel vrije radicalen over. Dat wordt oxidatieve stress genoemd eigenlijk. En door die vrije radicalen ontstaan de laaggradige ontstekingen. En het hele riedeltje zoals we het altijd hebben. Dat veroorzaakt ziekte. Dan wil ik nog even kort iets vertellen over een hele belangrijke, interessante antioxidant, dat is glutathion. Glutathion is, ja, het wordt wel eens de moeder van alle antioxidanten genoemd. Het is een hele krachtige antioxidant die ook voor de lever een hele belangrijke rol speelt. Bij de ontgifting en bij de recycling ook van antioxidanten. Nou, en het leuke is, dat is natuurlijk niet voor niets gedaan, in asperges zitten heel veel glutathion. Net als in avocado. En zo zijn er nog wat groentes en andere producten waar veel glutathion in zit. En dan wil ik tot slot nog wat speciale voedingsmiddelen noemen. Die ook helpen om goed te zorgen voor je lever. Dat zijn vooral groene groentes. Groene bladgroentes, zoals spinazie bijvoorbeeld. Omdat daar heel veel chlorofiel in zit. En chlorofiel, dat is eigenlijk zonlicht in voeding. Chlorofiel heeft heel veel zonlicht opgenomen, dus dat is energie. En dat ondersteunt ook je lever. Daarnaast eet veel bittere groenten, zoals andijvie, witlof, bitter is beter. En dat is speciaal voor de lever zo. De kruisbloemige groenten, broccoli, bloemkool, alle kolen, die komen toch ook heel erg vaak langs. En ook voor de lever zijn die heel gezond. Eet af en toe een appeltje. Daar zit pectine in. En ook dat is een mooie stof voor de lever.
Net als walnoten, daar zit arginine in, dat is een bepaald aminozuur dat ook helpt voor je lever. Olijfolie, knoflook en uien, daar zit veel zwavel in. Kurkuma en zoethout. Nou, zoethout bevat het stofje glycyrrhizine en dat is goed voor je lever. Maar pas daar wel mee op als je hoge bloeddruk hebt, want dat gaat weer niet zo goed samen. Dan is het ook nog belangrijk, dat heb ik even nog niet genoemd, maar stress is ook iets wat je moet zien te vermijden. Het spreekwoord zegt niet voor niets van wat heb je op je lever. En het is ook nog wel leuk om te vertellen dat in de Chinese voedingsleer of de Chinese gezondheidsleer hebben ze een orgaanklok. En volgens die orgaanklok werkt elk orgaan op een speciale tijd. Ze werken daar niet zo met de functies van de organen zoals ik dat nu verteld heb van de lever. Maar ze betrekken daar veel meer de emoties en het hele functioneren van de mens bij. En de lever die werkt dan vooral heel hard tussen 2 uur en 3 uur 's nachts. En het kan gebeuren, ik heb het zelf ook wel eens gemerkt in tijden dat er heel erg veel problemen speelden in mijn leven, dat ik 's nachts om 1 uur of 2 stevast werd ik wakker. En dat heeft echt te maken met met die werking van je lever dan. En dan in de overdrachtelijke zin van de emotionele problematiek. En stress is natuurlijk ook al vaker te sprake gekomen in de Facebook-uitzendingen. Stress zorgt ook voor vrije radicalen uiteindelijk. Dus ook dat is goed om te vermijden. Nou, dat is een heleboel informatie die ik even over jullie heb uitgestort. En er is nog veel meer te vertellen. Nou, mocht je het allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen, je kunt de uitzending nog naluisteren. En er verschijnt natuurlijk ook een blog van. Zo kun je het nog eens nalezen. En als je nou nog veel meer informatie wilt, ja, dan zou ik toch een keer op je verlanglijstje in ieder geval zetten. Het gezondheidsprogramma 365 dagen gezonder van lijf en leden van Nettie. Daar kun je op dit moment niet voor inschrijven. De deuren zijn op dit moment gesloten, maar ik weet niet precies wanneer die deuren weer open gaan. Maar zet het vast op je verlanglijstje, zodat je kunt inschrijven als de gelegenheid er weer is. Dat zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Dus dat is een heel mooi programma om nog veel meer over de lever, over ontgifting en over heel veel andere thema's rond gezondheid en voeding meer te leren. Ik ga even kijken of er nog vragen gekomen zijn. Even kijken. Even kijken. Nee. Oh, mag je elke dag een vers gepeste sinaasappelsap? Sinaasappelsap zou ik niet elke dag zomaar een glaasje drinken. Het is namelijk zo dat in sinaasappelsap, als je een glaasje drinkt, daar zitten al gauw 3-4 sinaasappels uitgeperst in. En vaak heb je dan de vezels gooi je weg. Dus je krijgt dan enorme slok suiker binnen. Dus dat is niet zo'n goed idee. Zeker niet om dat elke dag te doen. Wil je toch af en toe een keer een glaasje sinaasappelsap drinken, probeer dan zoveel mogelijk vezels erbij uit te persen en op te drinken. En wat ook kan helpen is om een eetlepel chiazaad erdoor te roeren. Dan heb je wat vetten en wat vezels erbij, wat ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel niet ineens de pan uitrijst. Maar in principe is sinaasappelsap dus niet zo'n gezond idee. En hoeveel koffie? Ja, daar zijn de meningen wat over verdeeld. De een zegt van nou, af en toe een kopje koffie is juist heel goed voor je. En de ander zegt helemaal geen koffie drinken. En de volgende zegt van maakt allemaal niet uit. Zelf zou ik zeggen van drink af en toe een kopje koffie. 1-2 kopjes koffie per dag
is niet zo'n heel groot probleem. Je kunt ook nog cafeïnevrije koffie nemen, maar kies dan wel voor de biologische, omdat die op een goede, op een gezonde manier is de cafeïne eruit gehaald en anders krijg je weer heel veel gifstoffen binnen. En ik zag nog even een vraag staan, hoe kan ik het blog ontvangen? Als je kijkt op www.deetlijn.nl, dan zie je daar ook ergens een aanmeldknopje staan voor de wekelijkse eetlijnpraatjes. En daarin wordt altijd een link gegeven naar het blog. Dan heb ik jullie beloofd om de ingrediënten te geven voor het recept van morgen. Ik ben vergeten om een plaatje daarvan uit te draaien. Het is een treebeek met groene asperges. Een treebeek is een ovengerecht. Heel makkelijk. Je husselt alles, alle ingrediënten door elkaar. Je zet het in de oven. En na een half uurtje haal je het er weer uit en ga je het lekker opeten. Dus, en dit is echt heel lekker. Ik heb hem zelf al een paar keren gemaakt. En nou, hij staat bij mij in mijn favorieten. Wat heb je ervoor nodig? Voor twee personen heb je 400 gram groene asperges nodig. Liefst uit Nederland. 150 gram cherry tomaatjes. Neem alsjeblieft de biologische, want tomaten behoren tot de dirty dozen, oftewel de meest bespoten groenten. Ui, knoflook, Italiaanse kruiden. Als je ze kunt krijgen, verse zijn ontzettend lekker. En anders gedroogde Italiaanse kruiden. Nou, peperzout en olijfolie. Dan heb je nodig culiëet. De gezoete of de ongezoete variant mag je zelf bepalen. Die kun je in de webwinkel krijgen, kopen. Dan heb je nodig een avocado. En je hebt nodig 75 gram walnoten. Dus geen speciale vreemde ingrediënten. En morgenochtend om 8 uur kun je het recept verwachten op de pagina, de Facebookpagina van de Eetlijn. Ja, en dan mijn aankondiging. Ja, Nettie houdt altijd van heel geheimzinnige dingen. En zelfs als ze op vakantie is, dan doet ze nog geheimzinnig. Maar ze heeft de zomer in haar bol. En dat, daar gaat een actie op komen. Maar wat dat precies in gaat houden, dat is nog even een verrassing. Dus houd je mailbox maar goed in de gaten. Dan kom je het vanzelf te weten. En volgende week gaan we het hebben over zware metalen. Dat is een onderwerp dat mooi aansluit bij het thema van deze week, ontgifting. We gaan het hebben over zware metalen. Hoe kom je eraan? Maar nog belangrijker, hoe kom je eraf? Of misschien zelfs, hoe voorkom je dat je eraan komt? Ik hoop dat jullie weer wat hebben kunnen opsteken van deze uitzending. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust hieronder. Ik zal verder later vandaag daar nog wel eventjes naar kijken en daarop reageren. Een fijn weekend allemaal. Fijne dag vandaag. En tot volgende week. Dag allemaal.